De voorbije dagen en weken werd het Vlaams Belang, net zoals vele Vlamingen, sterk aangegrepen door de Russische agressie in Oekraïne. Het vele geweld zorgt daarvoor vele burgerslachtoffers. Maar niet enkel burgerslachtoffers, ook die moedige Oekraïners die ten strijde trekken, verdienen onze steun. Daarom doet het Vlaams Belang hier vandaag een inzamelactie van medisch, hygiënisch en voedsel. En dat brengen we vanaf morgen richting de Poolse-Oekraïnse grens. Want wanneer we spreken over opvangcrisis, over vluchtelingen en asielzoekers, en als we die willen opvangen in onze eigen regio, dan moeten we ook dat doen wanneer er een conflict is in Europa. En daarom trekken we morgen naar die Pools-Oekraïnse grens om te zorgen dat die vluchtelingen, maar ook de slachtoffers in Oekraïne zelf, onze steun kunnen krijgen.